Allemaal van harte welkom bij de lancering van het nieuwe logo van de nieuwe gemeente Land van Kuik. Raadsleden, collegeleden, medewerkers van onze ambtelijke organisaties, de pers, inwoners, ondernemers en andere belangstellenden, allemaal van harte welkom. We hebben ervoor gekozen om via een livestream de lancering te doen, zodat iedereen tegelijkertijd er kennis van kan nemen. Zoals u weet gaan per 1 januari de gemeente Mil en Sint Hubert, Grave, Kuik, Boksmeer en Sint Antonis samen en worden de nieuwe gemeente Land van Kuik. De grootste in oppervlakte van Brabant, maar ook de mooiste van Brabant. En bij de mooiste gemeente van Brabant hoort natuurlijk een prachtig nieuw jasje, een nieuw logo. En ik denk dat we erin geslaagd zijn om een prachtig logo te ontwerpen. Met een stukje historie, maar ook een stukje vooruitkijken toekomst. En dat is natuurlijk niet van gisteren op vandaag zo ontstaan. Daar hebben we een proces voor doorlopen. Precies zoals Anton zegt, 1 januari 2022, nieuwe gemeente Land van Kuik, een nieuw logo. En inderdaad, wij vonden het als nieuwe gemeente heel belangrijk dat er ook het bureau uit het Land van Kuik het nieuwe logo mag ontwerpen. Dus we zijn op zoek gegaan naar een bureau wat dat kon doen voor ons. 12 bureaus maar liefst hebben zich gemeld om mee te mogen doen aan deze opdracht. Uiteindelijk hebben we er 4 geselecteerd. En die 4 bureaus hebben allemaal een prachtige presentatie gegeven. Nou, daar mogen we echt ontzettend trots op zijn met zoveel talent binnen onze gemeentegrenzen. Uiteindelijk kan er maar 1 de beste zijn en dat is Divisie uit Kuik geworden. Die hadden echt een prachtig logo ontworpen waar in ieder geval iedereen die het tot op heden gezien heeft heel enthousiast over is. Dus we zijn heel benieuwd wat u er allemaal van gaat vinden. En we zijn trots dat we het vandaag mogen presenteren aan u. Ja, en de lancering gaat plaatsvinden via een prachtig filmpje, vinden wij, ook gemaakt door Divisie. Dus laten we jullie niet langer in spanning houden en laten we het filmpje opstarten.
Nou, hopelijk zijn jullie net zo enthousiast door het filmpje zoals wij zijn. Wij denken dat het een prachtig logo is. Wat ik straks al zei, met een stukje historie, een stukje toekomst, perspectief. Alles wat het Land van Kuiken inhoudt, komt terug in het filmpje. Kijk het nog thuis nog maar eens een keer rustig naar, want er komt heel veel voorbij. En wij zijn enthousiast en we gaan volledig voor het logo. Helemaal mee eens. Ja, als je naar het logo kijkt, het is een stuk stoer. Het heeft wat moderns in zich. Het heeft ook het wapenschild in zich, wat natuurlijk heel leuk is. Dus ja, ook makkelijk te onthouden. Dus dan weten we allemaal dat we uit het Land van Kuik komen met z'n allen. Dus 1 januari 2022. Wordt dit het nieuwe logo van onze gemeente? Ja, ongekende mogelijkheden, denk ik, met de accolades. En zo'n hoodie, wij staan hier al te shinen in die hoodies, maar wij zorgen ook voor een actie, zodat mensen zo'n hoodie kunnen winnen. Volg de gemeentelijke website en onze social media. Dat zal deze dagen erop verschijnen en dan kunt u ook in aanmerking komen om zo'n prachtige hoodie te winnen. Ja, want wie wil er op 1 januari 2022 nou niet in zo'n hoodie lopen in onze gemeente? Telefoon is uit.